Jullie gaan vandaag een dagje met ons mee. Even kijken wat we zo doen. Een hele goede morgen. We zijn net wakker en net gedoucht. Bakje koffie, dus ook graag mijn dag begin. En we hebben een meeting om 11 uur met Rinske. Rinske is onze boekingsagent. En daarin gaan we praten over onze doelen voor dit jaar. En verder moeten nog wat pakketjes op de bus vandaag. En gaan we World is Mine afmaken, de track die we samen met Finn gaan doen. En ja, jullie gaan vandaag een dagje met ons mee. Eigenlijk achter de schermen. Een doodnormale Audiotrix dag. Kenneth die komt me over, 10 minuutjes ophalen. Dus dan checken we weer in. Morgen, Matski. Goedemorgen. Zijn we klaar, weet je wel? Carrière switchje, Kenny? Wow. Wat is je dan? Vet, vet, vet. Nee, alleen een hartstil is mooi. Ja, goed joh, met jou. Toe. Ja, we zijn in de studio bezig. Ik zet je anders wel even op de luidspreker. Dan kan Leon ook lekker mee ouwe hoeren. Oké, hold on. Hé, hey, Taishi. Ja, zeker, met jou. Ja, lekker, lekker. Hé, hey, ik ben onderweg naar Engeland, E-Force. En ik kom af. Vind je het leuk, dus laat ik een korte keer bij jullie langskomen. Tuurlijk. Ja, zeker, gezellig. Gewoon een keer, ik wil af. Jullie hebben een nieuwe studio ook, toch? Ja, man. Ja, hè? Lijkt me wel een keer leuk om even een keertje langs te rijden. En ik zei tegen Anton, ik vond het ook wel leuk. Dus misschien binnenkort even een keertje afspreken of zo. Ja, gezellig. Ja, dat moeten we sowieso nog doen, hè? De koffie staat altijd klaar hier. Ja, nee, precies. Misschien kunnen we dan wel dat we dan smiddags komen en dat we dan bijvoorbeeld s'avonds even gaan eten of een drankje gaan doen of zo. Als het net zo gezellig is als de vorige keer, dan ga ik me er zelfs op verheugen. Dan leg ik alvast een slaapzakje voor je neer, Richard. Leuk dat je even belde, man. Gezellig. Ja, toch? Cool. Hey, jongen, succes daar en hou even contact. Yo! Yo. Oh, wat een held. Wat een beetje, jongens. De meeting van 11 uur is inmiddels verschoven na 3 uur vanmiddag. Dus we gaan nu even de pakketjes alvast op de bus doen. Dan gaan we gelijk even een hapje eten. We kunnen daarna weer verder in de studio. Vlammen. Vlammen. Hoe gaat World is Mine? Ja, volgens mij zijn we goed op weg. Ik vind het alleen even lastig met die nieuwe studio, jongens. Als je echt, geloof me, blijf zo lang mogelijk in je slaapkamerstudio zitten. Want een nieuwe studio, Het duurt gewoon even voordat je eraan gewend bent. En dat net voor Defcon, ik denk dat eigenlijk de grootste uitdaging is om... dat je twijfelt of het nou wel goed klinkt of dat het komt door de nieuwe ruimte. Maar gaat goed komen. Gaat goed komen. Wordt echt fucking vet te trekken. Heb je een boek dagboek? Ik hoop dat ze mijn handschrift kunnen lezen. Ik ben links trouwens. Dat is wat. Weet je wat dan het probleem is? Dat ik altijd met mijn eigen arm in de inkt zit. We staan nu in de Bruna. We hadden een mic gekocht voor het vloggen, maar die is afgelopen weekend alweer gesneuveld. We weten wel wie de dader is. Dat hebben we namelijk ook op film. Hier, check maar. Haast zo staan. It's time to start the ritual. Villain die ging erop staan, maar we doen hem nu op de bus. En dan hebben we hopelijk over 2 dagen een nieuwe. Inmiddels zijn we een paar dagen verder. Nog steeds gemicrofoon, maar we gaan gewoon verder met vloggen. Het is weliswaar niet dezelfde dag, maar we hadden zoiets verwacht even op de microfoon, omdat de kwaliteit er gewoon beter is. Maar goed, we moeten door. We zitten op dit moment in de studio bezig met World is Mine en dat wordt nog een pittige opdracht, want we hebben morgen de deadline. Morgenochtend, 9 uur. We gaan jullie in ieder geval nu meenemen. Let's go! Ik weet niet, hoor. Ik zat er al op te tellen. Nee. Is dat niet beschreven?
nou? Ben ik gek? Zo mijn zin. Ben ik nou gek? Ik weet niet meer. Hij staat hier toch gewoon op de maat? Je ziet toch dat hij hier scheef staat? Je gaat hem toch niet op de helft zetten? Ja, maar je wil hem toch even iets meer even op zijn flikken geven daar. Hij moet toch een beetje voelen. Ja, maar dan staat hij niet verkeerd. Dan wil je gewoon een extra noot erin. Dit kan toch niet? Even serieus. Jij zet net die noten neer. Die noot zat er toch niet in? Zit hij nou zelf gewoon te kutten? Je zit toch zelf die snare zet je neer? Oh, fuck. Ja, maar hij... Ja, maar als je goddom een veet van 6 centimeter zet, ja, dan gaat hij er wel naast lopen. Sorry, maat. Oké, my bad. Ja, ik heb hem niet zo goed geknipt. Ik denk ook, ben ik nou gek of... Ja, hij had die noot niet. Je moet je pitch omhoog gaan vanavond staan, denk ik. Gewoon helemaal. Melodie? Ja, helemaal. Weet je wat zo irritant? De hele tijd hoor ik bij dat tweede stuk dat die melodie dan naar beneden gaat. Dus niet tun 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 tun. Dat die naar tun 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 tun. Tun 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 tun. Dat is gewoon een melodie edit. Eentje naar beneden gaat of zo. Misschien dat maar dat... hier of bij de voor de tweede keer. Maar die even kijken of... Ga ik heel even snel proberen dan. Moet jij trouwens koffie? Ik, ja, heel graag. Lekker. Lekker, lekker. Oké. Okay. Wat ik trouwens had te denken. Fucking vet hoor. Wat ik zat te denken, we doen altijd die melodie editor of hij moduleert. Het is toch juist de kracht bij al die popsongs, hoor je dat ook, dat ze altijd de melodie herhalen. Mm-hmm. Dus weet je, mensen, dus ze horen de melodie, ze gaan los en denken ze de tweede keer, ah, ik ga nog harder los op die melodie. En dan is het van, ja, oh, deze gaat anders, weet je wel. En uiteindelijk, na een paar weken, kennen ze die track wel. Die melodie is al zo vet. Ja, je hebt gelijk, hoor. Ik vind het maar helemaal... En weet je wat het vaak... Ik vind het maar helemaal zo vet of zo, ik weet niet. En weet je, ik hoor het al de hele tijd. Wat het vaak ook is, vaak mixen we de tracks al bij de eerste climax eruit. Dus dan maak je melodie edit die je vervolgens bijna nooit gaat horen in onze sets. Ja, 9 van de 10 tracks mixen wij op de eerste er al uit. Ja. Oké, okay, nou weet je wat ik dan doe? Nee, dit als die tweede, als hij dan voor de tweede keer losgaat, dan beeld ik hem gewoon in mijn eigen hoofd of zo. Ja, maar of we kunnen, wat we er ook mee kunnen doen, is dat we misschien voor iets nieuws of zo bewaren. Ja. Gewoon, want ik vind die akkoorden zo vet, als hij dan in gewoon eentje naar beneden gaat. Ik ga hem gewoon even opslaan en ik pak de oude wel weer terug. Dat de eindversie staat in Dropbox. Ik zeg de... Wacht even hoor. De eindversie staat in Dropbox. Kunnen we hem even in je auto checken zo? Wat er gaat doen. Moet je niet een keertje stofzuigen? Ja, dit is wel echt... Dat is niks voor jou. Dat is niks voor mij, nee. Oh, rotzooi joh. Nee, ik val best wel mee. Oh, nou, make my day. Als die nu goed klinkt, dan is die ook goed. Sometimes you can find yourself in a dark place. And all you really gotta do is stick your chest out. Keep your head up. Find your way out. Die onderliggende vocal mag misschien nog een klein stukje harder. Ja, dat is goed. To every dark night, there's a brighter day after that.
deze hengelt er wel op hoor. Ja. Ik vind hem echt verrassend goed om klinken hoor, dat voor de nieuwe studio. We hebben net de track in de auto gecheckt en dit doen we omdat we nog niet helemaal gewend zijn aan het geluid hier in de studio. En vaak is het zo, als de track in de auto goed klinkt, dan, ja, dan klinkt hij eigenlijk overal wel goed. Klopt. Ja, ik ga hem vanavond nog wel even checken onder de douche. Ik heb zo'n doucheradiootje, die eigenlijk mono is. Als die daar gewoon goed doorkomt, ja. dan klinkt hij zeg maar op de slechtste geluidssysteem, klinkt hij dan nog goed. Ja, er waren nog een paar dingetjes hoor. De vocal moest nog wat zachter. Het is dan eigenlijk een beetje mieren, neuken, noem je dat hier maar in Nederland. Maar het viel me niks tegen hoor. Nee, het klonk wel lekker. Ja. Zeker. Wij gaan nog even de puntjes op de i zetten. Morgenochtend is de deadline en die gaan we sowieso wel halen. We hopen dat jullie het leuk vonden om vandaag met ons mee te kijken. Mocht je suggesties hebben, laat het hier weten. Thanks voor het kijken in ieder geval. We lezen ook alles, we reageren overal op. Jullie mening telt, jongens en meisjes. En als je niet gesubscribed hebt, doe het hier nog even. Heel much appreciated. En wij gaan hier nog even knallen en tot de volgende. Ciao.